Hallo en welkom, dit is Corpa, bekend op YouTube als Corpa the Dutch Gamer. En deze video maak ik om deel te nemen in de 4Gamers wedstrijd, waar ik mijn kwaliteiten wil laten zien als een YouTuber. De game die je ziet is Star Citizen, waar we straks dieper op ingaan. Deze video zal twee onderdelen bevatten, de eerste een vlog waar ik uitleg wie ik ben en waarom ik een YouTube kanaal heb waar ik wekelijks nieuwe gaming content opzet. In deel 2 van deze video zal ik laten zien hoe het spel Star Citizen speelt in de nu al vrijgegeven module Arena Commander. Deze module staat open voor iedereen die een Arena Commander pas heeft aangeschaft. Je kan makkelijk schakelen tussen deze twee topics door op 1 of 2 te klikken aan de linkerkant van het scherm op de videobar. En de eerste knop kan je gebruiken om 30 seconden verder te springen in de video. En met dit alles uitgelegd komen we aan bij de eerste topic. Wel, wie is Corpa en waarom heeft hij zijn eigen YouTube kanaal? Wel, mijn echte naam is Robert en ik ben 26 jaar. Ik woon samen met mijn vriendin in Nederland in de mooie provincie Gelderland. Ik ben wekelijks werkzaam binnen de IT, waar ik dan ook mijn maandelijkse kost mee verdien. Van kleins af aan ben ik al bezig met PC's en games, van Keen Commander tot aan de Warcraft-series, tot aan de games die we vandaag kennen, zoals de Total War-series, Skyrim, etc. Noem de game en ik heb het waarschijnlijk wel eens gespeeld. Ik ben een PC-gamer in hart en ziel en bouw dan ook al mijn systeemkasten zelf. De PC die ik nu heb is 2 à 3 jaar oud op het moment, maar speelt elke game nog prima af. Ik kwam al vroeg in contact met YouTube, maar ben er pas echt mee begonnen eind 2013. Ik had al eens eerder een video gemaakt voor een videocontest in 2007 voor de game 12 Sky. Maar eind 2013 ben ik pas echt begonnen met het opstarten van mijn YouTube kanaal, omdat me dit toch wel erg interessant leek. Langzaam begonnen met het uploaden van content, het leren van de software, etc. En tot mijn grote verbazing keken er ook echt mensen naar de video's die ik toen de tijd uploadde, zonder commentaar. Nadat ik mijn eerste video deed met commentaar, werd al snel duidelijk dat mijn microfoon van mijn headset niet echt voldoende was. Deze heb ik dan ook snel vervangen voor de SL150 van Editor Keys, die ik op het moment nog steeds gebruik. Langzaam maar zeker ben ik mijn kanaal aan het uitbreiden en tot op de dag van vandaag leer ik nog steeds nieuwe dingen. Mijn kanaal toont vooral oudere games die nog erg tof en speelbaar zijn en het belangrijkste van alles, niet duur. Deze games laat ik zien in mijn Game of the Month series, waar ik iedere maand een Let's Play serie maak over een game die ik zelf of mijn viewers kies. En de video's zijn op maandag en vrijdag beschikbaar. De rest van de week toon ik uiteraard ook video's. Op de dinsdagen laat ik een oudere game zien waarvan ik 4 episodes maak. En na de 4 episodes pak ik een andere game om zo de oude juweeltjes toch wat daglicht en media aandacht te geven. Op de donderdagen toon ik een game die ik zelf erg leuk vind op het moment, Space Run. En deze serie gaat door totdat ik alle levels heb gedaan op de maximale score van 5 sterren. En op zaterdag toon ik nog een game die ik erg leuk vind en al zeg ik het zelf best wel goed in ben, Total War Rome 2, waar ik campaigns toon op de hoogste moeilijkheidsgraad, Legendary. Deze campaign speel ik met tips en suggesties van mijn viewers om zo gezamenlijk de overwinning te behalen op onze vijanden. Op de woensdagen en zondagen toon ik geen geplande video's, maar mocht ik tijd hebben, kan ik op deze dagen een andere video laten zien, zoals Hearthstone of op zondag mijn nieuwe serie waar ik kleine kanalen bekijk en review om ze zo verder te helpen met een YouTube kanaal. Zoals ik eerder aangaf leer ik nog steeds elke dag en ben dan ook zelf verschillende softwarepakketten aan het leren, zoals Sony Vegas, Photoshop, After Effects, etc. om zo steeds betere video's te kunnen maken en om de professionele uitstraling te versterken en te behouden die ik probeer neer te zetten met mijn kanaal en video's. Zo heb ik plannen voor de toekomst om met een camera en een greenscreen te gaan werken, om zo meer interactie te krijgen met mijn viewers en om nog leukere en interessantere content te maken. Dus dit is in een korte vlog wie Corpa is en waarom ik ben begonnen met mijn YouTube kanaal. Maar ik denk dat we genoeg hebben gepraat. Tijd voor wat games. Welkom in mijn hangar en ik zal even het schip laten zien waar wij mee gaan vliegen. Wel een lichtere variant, maar dat moet niet uitmaken. Dit is mijn Cutlass die je aan de rechterkant ziet. En de F7 Super Hornet staat hier. Dit is een zware variant waar wij zo dadelijk mee gaan vliegen. Want wij zullen met de normale Hornet vliegen. Die is iets lichter bewapend. En die is ook maar... er kan maar één pilot in. Want in de Super Hornet kunnen er 2.
Maar ja, zoals je ziet, mooi stukje hardware waar wij zo dadelijk mee gaan vliegen. Dus we gaan naar Arena Commander, zoals je ziet. En we kiezen de Anvil Hornet F7A. De trainer variant. En we gaan een drone sim doen. Er zijn verschillende modes, zoals je ziet. Zoals free flight. Nou, je kan zelfs racen op het moment. En je kan de Vanduul Swarm spelen. Zoals de naam al zegt, hier moet je een swarm tegenhouden. Dat betekent dat er verschillende waves zijn. En daarin moet jij de vijanden tegenhouden. En laten we eens kijken. We hebben twee maps. De Broken Moon en de Dying Star. Dying Star vind ik zelfs het leukst. Dus hier gaan we. Ik weet helaas nog niet alle controls. Want je kan er echt een hoop doen. Je kan je power van je schip omzetten. Zodat bijvoorbeeld je wapens meer stroom krijgen. Je kan je schilden aan vierkanten veranderen. Dus stel je wordt aan de achterkant zwaar aangevallen. Kan je al je shield regeneration naar achteren zetten. Waardoor je schild achter sneller zal regenen. Ik speel op het moment met de muis en het toetsenbord. Ik denk dat je in ieder geval het vlieggedeelte van Star Citizen het beste kan doen met een joystick. Of een hottas setup. Die heb ik helaas nog niet, dus we zullen het hier even mee moeten doen. En waarom zeg ik dat je dat beter met een hottas of met een joystick kan doen? Is omdat je meerdere knoppen tegelijk tot je beschikking hebt. En zoals je ziet, dit is de cockpit van het schip. En zo ziet het schip. Dat zijn dus de vijanden die net naar binnen springen. En dit is ons schip zoals je ziet. Dus je hebt ook een 3D view. Maar daar heb je geen interface. En die interface is toch wel erg handig om te richten. Dus hier gaan we. We hebben verschillende wapens tot onze beschikking. Dit is de dual quad laser cannon die bovenop zit. En we hebben ook nog twee Gatling guns die je wellicht zag. Het moet uiteraard wel raak schieten. En zoals je ziet zijn de mappen mooi gemaakt. En die effect die je af en toe ziet, dat witte of dat rode, dat betekent dat we te veel G-forces maken. Dus dat onze piloot, ja, die kan uiteraard maar een paar G-forces aan, want dat is gewoon nog een mens. En ja, daardoor zal je dus minder zien. En je kan zelfs als je de G-safety mode uitzet, kan je zelfs doodgaan. Doordat je te veel G-forces op je lichaam doet. Dus dat is altijd iets om mee uit te kijken. En ik heb op het moment twee teammates. Dat zijn gewoon AI. En die helpen mij tegen de vijand, uiteraard. En je hebt uiteraard je velocity wat je kan aanpassen. Je hebt, zoals ik aangaf, je verschillende shields. Maar we hebben ook missiles. Die zijn erg gaaf, alleen wel erg dodelijk. Zeker als hun ze afvuren. En de eerste paar waves zijn nog vrij makkelijk. En die kan je vrij makkelijk snel neerhalen. Niettemin is het ontzettend leuk om te doen. Het is wel even wennen om je vliegtuig... vliegtuigje, ruimteschip te besturen. Want ze werken hier echt met physics, wat inhoudt dat ze met de center of mass werken. Dat betekent dat als je center of mass aangepast wordt, dus bijvoorbeeld je verliest een vleugel, ja, dan kan je een vleugel verliezen, zelfs meer, dan zal je schip anders besturen. Zeker als er straks dingen kapot zijn aan het schip, dan zal je zien dat ik meer moeite heb om mijn schip onder controle te houden. Zoals je ziet zitten er een aantal thrusters aan de bovenkant en aan de onderkant. En uiteraard één aan de achterkant. Maar des te meer er beschadigd wordt, ja, des te meer de thrusters moeten compenseren om je schip in evenwicht te houden. Dus dat is erg interessant en ook erg leuk. Dat maakt het, ondanks dat het in de ruimte is, toch nog wel realistisch. En zoals je aan de linkerkant ziet, we hebben verschillende interfaces waar wij dingen op zouden kunnen aanpassen. Eentje is power, die andere is shield. En wat hebben we nog meer? We hebben overview, weapons, power en shield. En daarin kan je met verschillende toetsen op je toetsenbord de shield combinaties aanpassen bijvoorbeeld.
Zoals je zag, er werd een missile op ons afgevuurd, maar gelukkig hebben we ook countermeasures om die missiles tegen te gaan. Gaan onze quad cannons eens even gebruiken. Gatling guns zelfs. Hoppa. Dat schiet altijd wel erg snel op. Nee, moeten ze voor een paar dingen uitkijken. Dat is uiteraard je vijand, maar als je ziet, ziet er heel veel rotsblokken en asteroïdes in deze ruimte. Dus daarvoor moet je zorgen dat je niet te hard gaat, want ja, de harder je gaat, is al lastiger het is om weer stil te staan. En als je met volle snelheid tegen zo'n rotsblok aan vliegt of tegen een ander schip, dan kan je het wel vergeten. Ja, op het moment twee schepen waarmee ik kan vliegen, dat is de F7A Hornet en de 300i. Beide zijn erg leuke schepen, alleen de Hornet die zwaarder bewapend, maar dan ook trager. Altijd een trade-off voor wapens. En wat je nu hoort, deze ruimte is natuurlijk oneindig, want dat is de ruimte. Maar je hebt een bepaalde limiet waar je kan vliegen voor nu. Om zo de match niet in een oneindige zoektocht te veranderen. Als je aan de linkerkant ziet, ik kan met mijn numpad kan ik het shield aanpassen waar het shield heen moet gaan. Als je naar de bovenkant kijkt, zie je daar verschillende vierkanten. En zoals je ziet wordt de ene steeds groter dan de ander. Dat komt omdat ik het aanpas. En nu heb ik het weer teruggezet in de midden, waardoor alles tegelijkertijd regent. Dus hiermee kan je heel snel, als je de knoppen tot je beschikking hebt, je shield aanpassen. Zo kan dat ook met power. Ik heb er nog niet te veel mee gespeeld, alleen gezien dat het kan. Ik weet alleen nog niet precies wat het precies inhoudt en wat het precies aanpast. Maar zodoende, want dat heb je zeker niet nodig in het begin, dat zijn echt geavanceerdere opties. Kan je je schip helemaal naar je eigen hand tweaken. Wat wel toch erg gaaf is, al zeg ik het zelf. Ik heb zelf ook erg hoge verwachtingen van dit spel, want wat ik tot nu toe heb gespeeld is erg leuk. Deze Vandal Swarm bestaat voor zover ik weet uit 15 waves. En ik ben nog nooit zo ver gekomen. Ik ben tot aan wave 14 gekomen. Want het wordt toch wel echt steeds en steeds harder. Of moeilijker zelfs. Maar het blijft niettemin erg leuk. Ze hebben co-op op een moment ook gereleased. Wat dus inhoudt dat je met meerdere vrienden, of één of meerdere geloof ik, bijvoorbeeld de Vandal Swarm samen kan spelen of samen kan racen. En dat racen dat is erg leuk, maar nog steeds erg lastig. Maar dat zal waarschijnlijk ook aan mij liggen, omdat ik meer een schietfanaat ben dan een racefanaat. Maar gelukkig is er veel in Star Citizen mogelijk, dus ieders eigen ding. Nou, kom op. Je kan uiteraard verschillende manoeuvres met je schip maken. Ik heb ze ook nog niet allemaal onder de knie. Deze gaat er vandoor zo te zien. Even ons afterburnertje aanzetten. Zodat we daar wat sneller zijn. Zo doen we dat. En dan nog een paar. Dan zijn we alweer in W5. Als je ziet, het is erg gedetailleerd en erg mooi. En het wordt alleen maar beter. Op een later moment zullen ze ook multi-crewed ships releasen. Wat inhoudt, nu zit ik in een single-seater. Dus ja, het is één schip en er zit één piloot in. In de grotere schepen kan je uiteraard met meer man zitten. Waardoor bijvoorbeeld de ene de turret kan besturen. De ene die vliegt het schip. Et cetera. Dus dat wordt erg gaaf. Alleen ja, daarvoor is uiteraard wel heel veel verschillende berekeningen nodig. En nog heel veel programmeerwerk, vermoed ik zo. Maar zodra dat gereleased is, is dat toch wel erg gaaf dat je samen met je vrienden één schip kan besturen. En elkaar dan zo dus ook aanwijzingen kan geven om zo de vijanden te overwinnen. Ja, dat is maar goed ook. Zero hostile contact remaining.
Maar er zijn er altijd wel weer meer. Eens even kijken. We zullen nog eens even een missel afvuren. Daar gaat ie. Ja, als je te hard gaat is het heel lastig om weer terug te sturen. Maar we hebben het schip nog steeds onder controle. Ja, dat is er weer een. En dan nog even kijken hoe ver we kunnen komen deze ronde. Zover gaat het nog steeds erg goed. Maar dat kan snel veranderen, vergeet je niet. En je wapens kunnen ook overheat raken. Dat betekent dus als je ze blijft vuren dat je wapens vanzelf kapot gaan. Dus dat is altijd iets om mee uit te kijken. Zeker met de double Gatling gun, deze. Kan snel overheat raken. Als ze overheat raken, ja, dan vallen ze letterlijk gewoon van je schip af. Dat is altijd iets om op te letten. Even kijken. Draai iets te snel. En boem. Missels zijn ook erg leuk, maar uiteraard maar in een beperkte kwantiteit beschikbaar. Hetzelfde voor de kogels van je Gatling guns. Laser gun die gebruikt uiteraard energie. Dus die zal niet opgaan. Aardig wat ammunitie over, dus daar hoeven we ons voorlopig nog geen zorgen over te maken. Nou, ik ben al mijn co-piloten kwijt, dus dat schiet niet echt op. Kom op. Target destroyed. Nou, dat is in ieder geval mooi. We zijn alweer in wave 6, zoals ik zei. Het gaat erg snel, maar het wordt nu echt wel wat lastiger. Er komen nu als het goed is ook elite units. Die zijn stukken sterker. Schiet ook missiles. En nog meer van dat soort zaken. Maar desmin maakt dat het wel leuk, hè? Want mijn shield is naar de voorkant zetten, omdat ze daar natuurlijk van het begin af aankomen. Ik ben nu niet vergeten het shield er terug te zetten. Moeten wij nu alleen zijn. Dat betekent dat ze allemaal op ons gaan schieten. Zoals je wellicht al door had. Het scheelt iets aan het aanpassen naar de achterkant. Maar zoals je ziet. Gaat het er hard aan toe. Gelukkig kan de Hornet nog wel van zich afbijten. Maar ik weet niet of je het hebt gezien, maar mijn turret, die doet het niet meer. Zoals je ziet, ik kan, hij eent niet waar ik mijn muis zet. Dat betekent dus dat hij beschadigd is of wellicht zelfs kapot. Wat het dus erg lastig maakt, maar ook wel weer erg realistisch. Dat betekent dus als er dingen geraakt worden en kapot gaan, je schip anders zal reageren. We raken, ik krijg wel erg veel schade nu. Kom op. Hou het bij elkaar. Eat a missile. Ik kan wel afvuren. Kom op. Daar gaat wel een missile. Ja, zoals je ziet, gaat het erg hard aan toe. En zeker als je main wapen. Zo, daar ging wat van ons schip, zeg je dat? Eens even kijken, volgens mij zijn we aardig wat kwijt. Ja, zoals je ziet, staart achter van het schip is er afgeschoten. Even kijken of we dat beter kunnen laten zien.
Zoals je daar ziet aan de rechterkant. En de vleugel is aardig beschadigd aan de rechterkant, zoals je ziet. En de turret die is er ook af. De wapens tenminste. Dus dat, ja, daardoor zijn we een stuk zwakker. Zoals je ziet aan de linkerkant is nummer 3. Dat was de turret, de Bullfrog turret. Maar ja, die hebben we niet meer. Dus dat maakt het wel erg interessant en ook echt wel realistisch. Dat je dus ook daadwerkelijk dingen kan verliezen van je schip. En dat het niet zo zwaar is dat je 100 HP hebt. En dat het op nul is dat je in één keer explodeert, zeg maar. We gaan deze wave nog eens even kleren. Als dat mogelijk is. Als we dat overleven. Gelukkig hebben we nog missiles. Dat is toch altijd wel erg fijn. En als we zo dadelijk geen missiles en geen kogels meer hebben. Ja, dan gaat het toch wel erg hard. Gelukkig hebben we nog 2 respawns. Iets te hard. Maar het moet wel lukken. Kom op. Goed zo. Kom op. Fire! Kijk. Dat is het betere werk. Ja, die Gatling turret, die weet wel hoe die een schip moet mollen. Dat is zeker waar. Oh, 1350 kogels, dus dat moet goed komen. Voor nu. Kom op. Come on. Juist. Nog aardig wat vijanden over. Ze vliegen recht op ons af, dus ideaal target. Kijk. 2 vliegen in 1 klap. En uiteraard, mocht je tips en tricks hebben voor mij voor Star Citizen, laat ze achter bij deze video in de comments uiteraard. Zoals ik zei, ik heb nog veel te leren, zeker over de toetscombinaties en de mogelijkheden met het rerouten van je shield en je power. En ook als je een aanbeveling hebt voor mij voor een joystick of iets dergelijks of een hottas setup, laat het me weten. Ik ben nog daarnaar op zoek en ik heb me daar nog niet echt in verdiept. Ik heb gehoord dat de X55 voor een hottas setup erg goed is. Echter, ik heb hem nog niet in werking gezien. Maar dat was het voor deze Let's Play. Mocht je meer willen zien, laat het me weten daar beneden in de comments. En ik zal een paar hele Let's Plays maken van de Vendu Swarm in mijn eentje. En wellicht wat met wat vrienden. Dus mocht je Star Citizens hebben, laat het me weten. En na het hevige gevecht zijn we weer terug in de hangar. En ik wil jullie allen bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het informatief en of leuk was. En dit is mijn inzending voor de 4 Gamers wedstrijd. En ik hoop dan ook uiteraard gekozen te worden en jullie te zien in Antwerpen. Dus ik bedank jullie voor het kijken nogmaals. Dit was Corpa. En ik zie je de volgende keer. Bedankt voor het kijken en onthoud om op die like-knop te klikken als je het leuk vond. Volg mij op social media om altijd up-to-date te blijven wat ik doe en alles omtrent events van mijn kanaal. Klik op die video in het midden voor de Tillis Legendary Campaign van Total War Rome 2.